Is een festival van wetenschap en techniek. Het is voor kinderen van 6 tot en met, voor iedereen die het leuk vindt eigenlijk, maar vanaf 6 is wel het leukst. En we hebben vandaag bijvoorbeeld het elektrisch kabinet. Dus dat is een man die vertelt over de geschiedenis van de elektriciteit. Dus dan zie je echt die bliksemschichten zo door de lucht gaan. Dus dat was heel leuk. Hierachter jullie zit de proefjeslab. Die doen allerlei chemische en natuurkundige proefjes met kinderen. Dus dat is de bedoeling dat je van tevoren gaat voorspellen wat er gaat gebeuren. Dan doe je het proefje. En dan ga je achteraf kijken of dat is gelukt. En dan wordt er verklaard hoe het kan dat het proefje doet wat het doet. En hierachter je zitten de kenniskisten. Er zitten een aantal wetenschappers, een stuk of 5. En er wordt dan verteld wat ze hebben ontdekt of hebben uitgevonden. En dan is er een vraag voor degene die je dan naar kijkt. En het antwoord zit dan in de kist. Ik heb elektro-proefjes en proefjes allemaal heel veel proefjes. Heel veel proefjes? Ja, heel veel. Ook proefjes. Iets met elektriciteit, Max. Ja. Zegt. Ja. Wij moeten nu naar het proefjeslab. Nog megaconstructies, die zitten hierachter. Kan je gewoon constructies bouwen van bamboe, hele grote. En Tivolita hebben we nog, zijn een aantal apparaten waarmee je bijvoorbeeld weet hoe de bollen van Newton werken of de gyroscoop, hoe daar de krachten van zijn. Dus dat is voor vandaag. En morgen hebben we nog het Natuurhistorisch Museum, komt nog. Het Erasmus MC komt met hoe je brein werkt, afdeling neurowetenschappen, die gaat eens vertellen aan de hand van optische illusies. Technieklab komt nog langs. Die gaan energie opslaan door middel van katrollen en gewichten, zodat je een lamp kunt laten branden. En sterrenlicht komt langs en die doen een hele workshop sterrenkunde. Dus door je raketjes kun je afschieten en we gaan een planetenmodel op schaal maken.